Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. We gaan vandaag weer eens in de tuin reviewen. Het is weer mooi weer, dus ik dacht laten we het in de tuin gaan reviewen. Het gaat om het tweede biertje van Bearded Iris. Double Scatterbrain. Komt bij Sterk Amsterdam vandaan. Dit is een double IPA 8%. En er zijn verschillende versies van. Je hebt er gewoon de reguliere double Scatterbrain. En er zijn twee versies die gedraaid zijn. Eentje met Citra en eentje met Nelson Sauvin. Volgens Untappd is het een New England IPA en hij krijgt een 4,15 gemiddeld op Untappd. Er staat niet zo heel veel op het blikje eigenlijk. Alleen dat ze uit Nashville, Tennessee komen en dat er 8% in zit. En that's it. Ik zal even kijken of er wat op Untappd verder staat. Daar staat bij twice the passion fruit and pine in this all Simcoe Dipa version of the Scatterbrain. Nou, ik heb de originele Scatterbrain niet op, dus geen idee hoe die smaakt. Maar we gaan gewoon deze even proberen. Nou, heel mooi blikje zoals je ziet. Echt vrij compacte schuimkraag. En ziet er heel mooi uit. Het is niet super hazy, maar echt wel. Ik kan er bijna niet doorheen kijken. Maar hij is toch nog een beetje helder. Misschien verandert het als het de rest komt. Een blikje erin gooien. We gaan eerst even naar de neus. Heel veel citrus, sinaasappel. Nou, echt die passievrucht komt ook heel mooi terug. Blijft ook mooi opstaan. Schuimkraag, zoals je ziet. Ja, echt weer een gevalletje van hashtag fruitbommetje, zeg ik het zelf. Heel mooi. Ja, we gaan hem even proeven. Proost. Ja. Deze is echt heel erg piney, komt heel erg terug inderdaad. Heel dennig, heel harsig. En op de achtergrond echt een beetje de fruitige tonen. Hier ook. En dus een heel mooi biertje. Wederom van Bearded Iris. We gaan deze uiteraard een cijfer geven. Ja, weer een hele mooie 4 gewoon. Echt heel erg lekker. Een beetje meer het mooie fruitige tonen komen iets meer door. En het harsige is ietsje minder geworden. Ja, ik hou ervan. Ik zei 4, maar ik maak het 4
25 van. Dat is dan toch echt iets meer boven de 4. Echt super mooi. Verbergt 8% heel goed. Zoals ik al zei, verbergt 8% heel goed. Echt een hele mooie. Ik ben echt heel benieuwd naar de laatste die ik ga reviewen. Dat is de Chief of Chiefs. Ik heb er nog wel één pop art, maar die ga ik dan niet reviewen. Ik vond 3 wel een mooi aantal om te doen. 4,25 uit 5. Ik zal onderaan de video nog even een linkje plaatsen van Beerdenduijers. Kun je het een en ander nalezen wat ze zo al doen. En ik zou zeggen, als je dit kan vinden, koop ze gewoon. Het is niet heel erg duur volgens mij, besterkt. Volgens mij een eurotje of 8 stuk. Dus dat viel op zich nog wel mee. Onderaan de video vind je ook een linkje naar de Dutch Beer Collective. En daar kun je alle linkjes vinden van mij en van Beekeek Holland en Thomas Opent. En ik zou zeggen, dit was hem weer voor deze review. En tot de volgende keer. Cheers!